Tweede IDB-missie, upgrade onderwijssysteem Suriname. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut aan dat er op dit moment voorbereidingen worden getroffen in verband met het follow-up traject van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank van 3 tot en met 7 juni 2019. Gesproken zal worden over wat er tot nu toe is gedaan met de financiële injectie van de IDB. Het gaat in deze om verbetering van het totaal onderwijssysteem in Suriname. Dit betreft de tweede IDB-missie die reeds in januari een bezoek bracht aan ons land ter identificatie. De bewindsvrouw geeft aan dat de IDB in eerste instantie graag concreet geïnformeerd wenst te worden over de stand van zaken in zaken het ministerie. Het gaat niet alleen om het ministerie zelf, maar ook de onderafdelingen van het departement. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.